Loodje en daad is helemaal beneden. Ik weet nog goed, bij mijn geboorte, ik wou eruit komen, maar de vroedvrouw hield mij tegen. Ze duwde een kostuumje naar binnen en ik mocht er maar uitkomen als ik dat kostuumje aan had. Seks bestond ook niet en daad is heel in die tijd. Op mijn trouwavond, mijn broer heeft een platte grond moeten tekenen om mij te tonen waar ik hem straks ging moeten insteken. Maar ja, met dat trieste lampje, ik had dat plannetje natuurlijk ondersteboven vast. Rosa vroeg het nog, Frans zei de zeker. Ik zeg, Rosa, denk je dat ik geen plan kan lezen misschien? Ze heeft veel pijn gehad, zei die avond, Rosa. 17 draadjes. We hebben er nog 5 keer orlof van kunnen klaarmaken. Meisjes en dadies, je mocht er niet eens aan denken, hè, of uw hersens zouden beschimmelen. Dat is wat ze hadden gezegd. Hè. Als je meisje aanraakte, je moest er direct mee trouwen. Als het lelijkste meisje van het dorp over de markt liep, wij stonden dan allemaal zo. Eén avond op het jaar mocht je er een keer aankomen. Eén avond op het jaar mocht je een keer speciaal doen. Hè. Weet je het nog? Wanneer dat was? Weet het nog? Weet jij het nog, Jos? Nee? Van waar zei je, Jos? Je zei het van Mechelen. Je moest even nadenken, Jos, hoe dat zat. Je wist het niet meer. Zij op die leeftijd gekomen dat het wat moeilijk wordt, Jos. Van Mechelen. De kermis, Jos. Hadden dat in Mechelen. Dan mocht het allemaal, hè, Jos. De rest van het jaar. Oh, een wachttoren op het midden van de grote markt van Dadizil. En daar stond hij op. De saaiste vent van Torp. Met een verrekijker. En een megafoon. En als je een keer zot dat durven doen. Als je een keer een tekentje van Nike had geschilderd op je klompen. En je kwam daarmee buiten. De pre, no ben, doe ik een normaal. En dat werkte. Hè. Wij met het werkvolk. Wij waren eigenlijk allemaal hetzelfde. We aten hetzelfde. Maandag varkenspoten, dinsdag varkenspoten, woensdag varkenspoten, donderdag varkenspoten. En onze straten lagen de varkens gewoon op hun buik op de grond, omdat we zoveel poten aten. Niemand van ons droeg een onderbroek, hè, ook. Hé? Hey? Wie van jullie droeg een onderbroek? En wij ziet het, niemand droeg een onderbroek. Voilà. Dat was voor de rijken, en onderbroeken. Omdat zij niet konden pissen zonder na te druppelen. Dan heb je geld, ja. Maar je hebt ook een stotterlul, hè. Wij waren allemaal hetzelfde. En als je zoveel samen bent, dan is dat gelijk Reddy de Meijers in een Pekinees. Je begint nog meer op elkaar te trekken. Die in een avond mocht het. Zij daar, achter hun startlijn. Wij hier, achter onze startlijn. 17 meisjes van het werkvolk. 17 meisjes van Dadizilim. 17 meisjes tussen de 18 en de 20. Ik vond ze prachtig, alle 17. Ik heb daar toen een mentale foto van gemaakt. Ik kan die nog altijd oproepen als ik wil. Maar ik wil dat niet. Ik heb dat 1 keer gedaan. Als je die meisjes van toen met die ogen van nu bekijkt. De schoonste van die 17 had een paardengebit waar een tandarts van had kunnen rentenieren als hij een prijs per vierkante meter had gevraagd. De schoonste had een reet met zoveel cellulite dat iedereen nu zou zeggen, amai, dat is ook een rare plaats om 20 kilo geblutste sinaasappels te bewaren. Toen zagen wij dat graag. We wisten van niet beter. 17 meisjes. Het startschot ging. Wij waren snelkookpannen waar de deksels vanaf vlogen. Ik heb met allemaal gedanst die avond. Ik heb gechat-chat-chat met Ariette. Ik heb gesloopt met Maria. Ik heb gejived met Vera. Ik heb getikketakt met José. Dat bestond niet, tikketakken. Dat was van de zenuwen dat ik rare stapjes begon te doen. José vroeg, wat doe jij nu, Frans? Ik zeg, tikketakken, José, tikketakken. Iedereen begon mee te tikketakken.